Ja, veel te doen gisteren natuurlijk over het rapport van de Commissie Oosting over de Teevendeal. Nou, is heel veel over gezegd gisteren, we hebben er heel veel over bericht. Dat geldt ook voor de krant en andere media. Er deugde niets van die deal. Maar goed, dat was 15 jaar geleden. Andere periode, veel over te doen geweest, maar het deugde niet. De controle deugde niet op het ministerie, te weinig transparantie. Mensen die elkaar onderling te weinig informeerden. En een minister die met verkeerde informatie in de Tweede Kamer stond. De Tweede Kamer is er nog niet klaar mee, want er zijn nog een aantal open eindjes. Bijvoorbeeld, wat was de rol van premier Rutte? Wat wist hij nou allemaal precies over dat zogenaamd geen feitelijke herinnering, terwijl iedereen wist hoe het zat? Daar wil de Kamer meer van weten. Er komt een debat over volgende week. Maar eerst wil de Kamer een hoorzitting. En die kan wel eens heel interessant worden. Want die Kamerleden, die hebben gisteren daarover vergaderd. En de oppositiepartijen willen dus eigenlijk ook mensen als Opstelter nog een keertje horen. Van Miltenburg, de Kamervoorzitter, wat heeft hij gedaan op het moment dat ze al die papieren, die anonieme meldingen van een klokkenluider door de papierschredder gooiden? En ook Fred Teeven. Toen zeiden de coalitiepartijen, nee, dat moeten we niet doen. Gewoon een hoorzitting met de leden van de Commissie Oosting zelf. Nu zint de oppositie op een manier om toch die andere mensen te kunnen horen. Door die hoorzitting een soort kleine mini-enquête te maken. Dat kan formeel. Een mini-enquête waarbij je mensen onder ede zou kunnen horen. Dat kan twee dingen betekenen. Dat een aantal mensen alsnog met het water voor de dokter moet, want ze staan onder ede. En mensen die misschien eerst dingen niet konden zeggen, niet wilden zeggen. Want ja, kan ik dat allemaal naar buiten brengen? Ik heb een ambtsgeheim van vroeger. Maar misschien als ze onder ede staan, toch dat verhaal kwijt kunnen. Met het excuus, ik sta onder ede, dus nu ga ik het je vertellen, want ik kan niet anders. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Fred Teeven. Die heeft nog wel een verhaal te vertellen volgens mij. Kortom, dit muisje krijgt nog een enorme staart, denk ik. Volgende week dinsdag die hoorzitting. Hoe gaat die eruit zien? En dan woensdag de debat in de Tweede Kamer met onder andere premier Rutte. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. We gaan het allemaal uitzoeken. Maar dit is nog niet klaar. De Teevendeal krijgt nog een staartje, zo vlak voor het kerstreces. We gaan het volgen, we berichten je erover zodra we meer weten. We gaan aan de slag.